Daar gaat ook iemand neer bij Valencia. De doelman heeft een lichte blessure, maar blijft nog staan. Daar is een 1-1. Dat is niet heel fijn. Dan staat het nu compleet gelijk. Oh, fuck. Yo gasten, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag gaan we weer een nieuwe FIFA 19 rebuild doen. Met het team AC Milan. We gaan ze terugbrengen naar de top. Geen Ajax, ook al had dat ook veel stemmen. Dan komt dat we ook een Ajax carrière mode doen. Daarvan staat dan een aflevering online. En anders krijg je wel erg veel Ajax kort op elkaar, vond ik. Vandaar AC Milan. Dat was het team wat tweede stond. Mocht je zin hebben in de aflevering, laat dan alvast een like achter. Reageer met een team voor de toekomst. Voor de volgende aflevering eigenlijk. En dan gaan we gauw beginnen. Goed, voordat we natuurlijk gaan beginnen zijn hier even de regels. En ik heb het even aangepast in vergelijking met de eerste aflevering. Namelijk, het doel is gewoon de Champions League winnen. Maakt niet meer uit of het binnen 3 seizoenen is of binnen 5 bij wijze van spreken. Namelijk, want als ik met teams ga werken zoals PSV, Ajax, zoals jullie in de reacties vorig jaar achterlieten. Of nog kleinere teams zelfs, dan wordt het in 3 seizoenen bijna impossible. Bijna onmogelijk. Vandaar dat ik die grens heb weggehaald. We gaan gewoon de Champions League winnen. Focus van deze serie ligt op de transferperiode. Vooral het verkopen en kopen van spelers. Alle wedstrijden zullen gesimuleerd worden op de Champions League finale na. Over die transfers die kunnen realistisch zijn. Hoeft niet, ze kunnen ook echt zo onrealistisch zijn als het maar kan. Nou, AC Milan dus. Allereerst laat ik even jullie de opstelling zien voor nu, zoals het nu staat. Ik ga niet alle namen opnoemen, want er gaat nog genoeg veranderen. Rechtsback gaat verbeterd worden. Het middenveld moet ook anders. Puur omdat we vooral ook oude spelers hebben. Ik bedoel, Bonaventura, Biglia en ook Zapata zijn niet de jongste meer. Montalivo ook niet. Dus die staan allemaal eigenlijk wel te koop. Abate ook, onder andere. En we moeten dus even verjongen op dat middenveld. Dat is een doel. En een betere rechtsback. Ook wil ik de vleugels indien mogelijk gaan aanpakken. Maar we moeten even kijken wat we allemaal kunnen gaan doen. En wat we redden deze transferperiode. Nog een nieuwe aankoop. We hebben ook wat spelers verkocht, waaronder die oude Abate. Maar ik zei toch dat we het middenveld gingen aanpakken. De eerste middenvelder die bij ons aansluit is niemand minder dan Julian Draxler. Voor ongeveer 38 miljoen of zo was het, geloof ik, heb ik hem over kunnen nemen. Ik denk dat ik dat wel even kan vinden. Deze nieuwe aanwinst hebben we voor 38,5 miljoen kunnen vastleggen. Dat valt reuze mee. Ik had verwacht dat ik over de 40 heen moest gaan, maar 38,5 vind ik een prima deal. Oké, ik ga hier jullie even wat verkochte spelers weer laten zien. Bonaventura is verkocht. Katrona krijg ik er inlay aanbiedingen van. Gaan we niet accepteren. Abate wordt toch weer iedere keer afgeketst en hier dan ingetrokken. Terwijl ik wel een bot had geaccepteerd. Ik snap niet wat er met Abate aan de hand is. Ik kom niet van hem af opeens. Biglia is verkocht, 15 miljoen. En Conti is ook verkocht. Dat betekent dat we nou weer een aardig budgetje hebben. Gaan we weer investeren. We hebben even flink geld moeten pompen. Maar dan hebben we ook wat. Niemand minder dan Isco is overgenomen van Real Madrid. Ik heb flink moeten handelen. Ze wouden officieel rond de 100 miljoen eigenlijk bijna. 98 of zo. Maar na meerdere maanden babbelen is het me gelukt om dat bedrag te verlagen naar 76 miljoen. En een week salaris was wel even, daarvoor wil ik ook wel voetballen hoor, 200.000 per week dus. Holy moly. Dat is nog eens even verdienen. Maar welkom bij AC Milan, Isco. Dit is meteen een speler die ons team even dat niveautje omhoog kan tillen op het middenveld. Het volgende wat we hebben gedaan was nodig, maar deels ook een beetje pijnlijk. Want we hebben Suso, onze rechtsbuiten, verkocht voor maar liefst ongeveer 52 of 54 miljoen. Ontzettend veel geld. Het is alleen wel naar concurrent Juventus. Maar we moesten doen. Ik ga er echt geen beter aanbod voor vinden. Maar ook dat gaan we dus nog even investeren voor de deadline in een betere rechtervleugelspeler. Oh my god, jongens. Ik heb even iets gedaan, jongen. Suso mag dan wel naar de concurrent zijn gegaan. Maar wij hebben ons versterkt met niemand minder
dan Raheem Sterling. En ik ben fan van die jongen. Sinds de Liverpool tijd. En nou heb ik hem bij AC Milan. Dat kost even wat knaken. 92 miljoen. Ik had nog geld over met het geld van de transfer van Suso. Heb ik dat kunnen bekostigen. Dan heb ik ook dat werk niet veel geld meer over. En onze bank is wat dunnetjes. Maar hoe dit team nu aan het opscherpen is. I like it. Onze bank is nu dan wel wat dunnetjes. En we hebben ook echt geen transferbudget meer over. Maar ik ben blij met hoe het team er nu uitziet. Wat een starting 11. Zeker wel verbeterd naar mijn mening ten opzichte van wat we hadden. Eens kijken hoe dit team het gaat doen tot de helft van het seizoen. Nou, we zijn op de helft van het seizoen. En we hebben goede beoordeling. Maar liefst 91. Dat is best hoog voor als je alleen maar simuleert. En nou ja, we gooiden even training tegenaan. En dan, ik zag al dat we in de top 4 staan van de competitie. Hoe doen we het Europees gebied? Dat is natuurlijk het belangrijkste. We spelen geen Champions League dit seizoen. We hebben wel Europa League. Dus er is enigszins Europees voetbal aanwezig. En hoe zit het met ons budgetje? Dat is nog steeds helemaal niks. Ik ga het gewoon even allemaal verdelen. Wauw, ik vind dit verdelen zo skeer. Hoe kan een transferbudget van 6 ton, oftewel 600.000, in salarisbudget maar 24.000 zijn? Is het geld opeens minder waard of zo in salaris? Ik snap daar nog steeds geen kut van wat die verhouding daar is. Maar het zal wel. Nou ja, ons huidige transferbudget zorgt er eigenlijk voor dat we niks kunnen doen in deze transferperiode. Of er moeten nog aanbiedingen komen, dan krijgen jullie dat vanzelf wel te zien. Met zou ik bruikbaar zijn, ik ga niet puur verkopen om verkopen. Want ja, als we de space gewoon nodig hebben, hebben we ze nodig. We zitten inderdaad in de Europa League. Volgende ronde is Anderlecht. We gaan maar gewoon kijken hoe we daar doen dit seizoen. Hoe we daarin presteren en hopelijk kunnen we ver komen. Oké, we zijn bij de Europa League. Alvast voor volgend seizoen heb ik 2 spelers voortijdig even verkocht. Namelijk Musacchio en Ricardo Rodriguez. De eerste voor 23,5 miljoen en de tweede voor 32 miljoen. We hebben het geld nodig. Voor volgend seizoen lijkt het plan vooral te zijn het team in de breedte erg te versterken. Maar we moeten zien hoeveel we binnenharken aan budget natuurlijk. Nou, dan zijn we naar de eerste wedstrijd tegen Anderlecht. Hier is een feit in de Europa League. Hopelijk kunnen we ver komen. Kunnen we de finale halen en hopelijk misschien ook wel winnen. Want dat betekent toch wel automatisch Champions League voetbal. En dat is waar we voor gaan. Of we moeten gewoon ver komen in de Serie A. Maar Drax levert er al 2 binnen liggen in de eerste helft. Schiet ons naar 0-2 voorsprong. Altijd mooi om te zien natuurlijk. Het wordt 1-2. Kom op jongens, behoud de voorsprong. 1-3, lekker hoor. En zo gaan we met een mooi vooruitzicht naar die tweede wedstrijd. De tweede wedstrijd tegen Anderlecht. Ditmaal thuiswedstrijdje. Nou, uit 1-3. Dan moet thuis toch ook geen probleem zijn, zou je denken. Maar het is FIFA. Het is simuleren, dus je weet nooit. 1-0 daar is binnen. Hopelijk kunnen we nog even een goaltje of 2 erbij intikken. Gewoon puur voor die veiligheid. Al hebben we een dikke voorsprong nu. We zien daar een tweede van dezelfde man. Lekker op dreef. Kan je er een hattrickje van maken, jongen? Dan ben je mijn held van de wedstrijd. Denk het niet. Nee, maar we zijn wel door naar die volgende ronde. Nou, daar zijn we. Europa League, het is weer zover. Welke ronde is dit eigenlijk? Dat heb ik even niet gecheckt. Kan ik dat hier zien? Laatste 16. Benfica is de volgende tegenstander. We beginnen weer uit. Het is toch wel lastig hoor, uit beginnen. Maar hopelijk gaat het team een prima resultaat neerzetten. Benfica is alleen een tegenstander, die moet je gewoon niet onderschatten. Gewoon absoluut niet, want dat is dodelijk. Blijft wel echt gewoon lang gelijk. De hele eerste helft. Daar is wel een blessure, lichtelijk voor Calhanoglu. Het blijft gelijk. Isco, lekker 0-1. Oeh, snelle 1-1. Een hele snelle 1-1. Kom op, tik er nog 1 in voor ons. Wie dan ook, Milan. Ai, 1-1 gelijkspel is de uitwedstrijd. Nou, we hebben in ieder geval een uitdoelpuntje binnen. Dat is wel fijn. Hopelijk kunnen we het thuis afmaken. Nou, daar is de tweede wedstrijd tegen Benfica. Dit keer in San Siro in Italië. Onze thuishaven. Eens kijken of deze Portugezen nu wel van de mat kunnen spelen. Het blijft alweer, net als de vorige keer, een lange tijd gelijk. Daar is de 1-0. Dat zien we graag in de eerste helft. Geen blessure de keer, ook geen snelle gelijkmaker. 2-0 Draxler.
Dat is helemaal mooi. Dan is het denk ik wel veilig. Want ze kunnen wel een uitroepje scoren nu, maar dat is niet meer genoeg. Wij zijn ook door. Ja, ze hebben het gedaan. 1 uitdoelpuntje, maar het is niet genoeg. Wij zijn door naar de kwartfinale. Oei, 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 oei. De kwartfinale is een Italiaans onderrondje. De Milaanse derby. Inter tegen AC. Wie, oh wie. Oef, dat is een hele pijnlijke. Ai, 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 ai. 1-1. Twee hele snelle doelpunten ook gewoon. Jezus. Maar dit is een flinke misser. Gelukkig hebben we Calabria nog die daar goed kan invallen verder. Dus dat heft het enigszins een beetje. Oh, de 2-1 is daar voor Inter Milan. Kom op jongens, nog 1. Tik een uitdoelpuntje erbij. Twit, yes! Yes, yes, yes. Oké, zo zien we dat graag. Hopelijk kunnen wij het in onze thuiswedstrijd. Ik bedoel, ja, spelen wij in hetzelfde stadion. Hopelijk kunnen wij het dan afronden. Wij hebben wel 2 uitdoelpunten, dat is mooi. Tweede wedstrijd tegen Inter. De vorige was dus 2-2 gelijk. Kijken of wij in ieder geval snel op voorsprong kunnen komen. Damn! In 8 minuutjes staat het alweer 1-0. Dat is een mooi begin. Gelukkig hebben we het gemist. Oeh, daar is de gelijkmaker. Maar gelukkig hebben we het gemist op de rechtsachtige positie. Wel goed kunnen opvangen met Calabria daar. Alleen, deze stand is wel eng. 1-1. Wat gaat dit betekenen? Wat gaat dit betekenen? Volgens mij dat wij dan door zijn. We hebben meer uitdoelpunten. Dus dat is volgens mij ook zeker wel het geval. En dat antwoord is ja. Volgende tegenstander is Valencia. Nou, halve finale tijd jongens. We beginnen echt altijd uit. Het is niet gezond. Nou, laten we eens kijken of we dit kunnen overleven. Kunnen we die finale halen? Hij is nu in handbereik. We moeten nog 1 ronde overleven. Maar daar is de 1-0 achterstand. Dat is heel pijnlijk. Er is daar ook een blessure gevallen. Dus dat kan enigszins voordelig zijn voor ons. Maar het blijft 1-0 tot nu toe. Oei, oei, oei. Dat ziet er niet... 1-1! There we go! Ja! Kom op! Pak er nog één. Ik zou het prachtig vinden. Nee, blijft 1-1. Nou, de beslissende halve finale wedstrijd. Wie gaat er naar de finale? Is dat Valencia of is het AC Milan? Het is erop of de ronde. Wij pakken de voorsprong. Sterling schiet in 10 minuutjes de 1-0 binnen. Daar gaat ook iemand neer bij Valencia. De doelman heeft een lichte blessure, maar blijft nog staan. Daar is een 1-1. Dat is niet heel fijn. Dan staat het nu compleet gelijk. Oh, fuck. Oh, wij moeten 2 keer scoren nu. Willen we nog kans maken? Kom op. 2-2. Kom, kom, kom. Nog 1. Nog 1. Nog 1. Het is over. Valencia heeft ons de kop gekost en eruit gespeeld. Nou, het seizoen is ten einde. De Europa League hebben we niet gewonnen. We zijn in de halve finale eruit gedonderd. Maar wij hadden onze eigen doelstelling Champions League halen. Dat was het bestuur ook. Dat is gelukt. We zijn uiteindelijk 2e geworden in de Serie A. Prima resultaat. Nog wel ruimte voor verbetering. En die verbetering die gaan we maken in seizoen 2. En dan gaan we hopelijk ver komen in de Champions League. Op naar seizoen 2. Nou, daar zijn we dan. Dan mijn cameraatje iets bijdraaien. Seizoen 2. Hier bij de AC Milan Rebuild. En ik ga jullie alles eerst even de doelstelling laten zien. Jullie zien het al staan. We hebben Champions League. We gaan spelen. En het bestuur wil dat we de finale halen en de Serie A winnen. Nou, de Serie A is niet per se ons doel. Maar de finale halen, als we dat halen, zou mooi zijn dit seizoen. Want dan kunnen we dat afronden, want de finale gaan we spelen. En hopelijk dan winnen. Maar ja, we moeten hem eerst halen. We hebben al een flinke fundering qua team, maar er zijn nog wat verbeterpunten hier en daar. De linksbackpositie, overduidelijk, want we hebben Ricardo Rodriguez verkocht. Want naar mijn mening kon het toch net iets beter of zo. Ik wist het niet. Calabria daar staat wel prima. Maar die gaat toch naar de bank. Want Alexander-Arnold is net... dat beetje beter. De verdediging backups moeten beter. En de aanval misschien ook iets. Maar we gaan kijken wat we allemaal kunnen sleutelen deze transferperiode. Laten we gaan bieden. We hebben vroeg toegeslagen in de 2e seizoen deze transferperiode. De eerste aanwinst is niemand minder dan linksbuiten Philippe Coutinho. Overgenomen van Barcelona voor het bedrag van 62,5 miljoen. Had natuurlijk niet helemaal zijn draai. Zijn perfecte plekje bij afgelopen seizoen bij Barcelona. Hopelijk gaat hij het voor ons wat beter doen. Maar voor 62,5 miljoen. Als hij voor ons gaat knallen. Kan dat best een steal wezen hoor. Want hij werd inderdaad niet al te duur aangegeven. En daar
Vandaar dat ik, ja, toesloeg. Volgens mij stond hij misschien zelfs te koop. Ik vind het in ieder geval helemaal prima. Waarom zie ik hem niet? Waarom zie ik hem niet? Coutinho, dankjewel. Hij is nog op internationale verplichtingen. Maar die komt wel op tijd terug voor het seizoen. Onze felbegeerde linksbackpositie is nu eindelijk versterkt. Niemand minder dan weer een Barcelona-speler. Maar het was de beste optie van wat ik tenminste even zag wat mogelijk was. Jordi Alba, 48,7 miljoen. Het is wat prijzig voor een dertiger misschien, hè, zou je kunnen denken. Maar alleen maar twintigers contracteren vond ik ook weer zo. Je hebt een beetje ervaring nodig en 30, dan kan je nog zeker wel 3 seizoenen door. Helemaal in de verdediging. Jordi Alba is erbij gekomen. Nou, we hebben nu 2 centraal verdedigers erbij. Want buiten de 2 die in de baas stonden, hakker geen 1 meer. Dus dan weet je wat je moet doen. Dit zijn ook duidelijk wel aankopen in de breedte. Vooral Kompany op zijn leeftijd, maar het was een koopje. En Otamendi, beide van Manchester City. Dat is wel even toeval. Maar ze lieten ze beide gaan en ik sloeg toe. Welkom bij AC Milan. Nou, het lijkt erop dat we verder niks verkopen, jongens. En dan kan ik dus ook niks gaan halen, want het geld is op. Dan gaan we het met onze huidige selectie doen. Tot de helft van het seizoen. Eens kijken hoe ver ze komen en of ze die groepsfase in de Champions League gaan overleven. Nou, we zijn op de helft van het seizoen. We staan derde. Maar in vergelijking met vorig seizoen hebben we wel nu iets meer aansluiting bij de top. Ik bedoel, vorig seizoen stonden we vierde. Nu staan we derde. En het puntenverschil is niet zo super groot. Het is 6, 2 wedstrijden. Is dat nog wel wat? Dus daar moet nog wel aan gesleuteld worden. Maar ik heb iets anders gezien. En dit is een van de dingen waarom simuleren altijd retarded blijft in FIFA. En dan ook echt altijd. Tenminste, dat lijkt zo. Ook al zet je een hele basisopstelling klaar om mee te simuleren. Om een of andere reden heeft Isco niet gespeeld. Coutinho ook niet. Het zijn 2 van de betere spelers in het hele team. En ze spelen niet. Waarom is die AI zo retarded in deze game? Goed, maar hoe staan wij in Europees verband? Doen wij nog mee in de Champions League? We gaan het gewoon checken via de kalender. Het antwoord is ja. Laatste 16. En Tottenham is de eerste tegenstander. Dat is een pittige. Moeten we niet onderschatten. Maar we gaan ons best doen. We zitten dus ook in de 2 transferperiode. Ik ben benieuwd of er dingetjes gaan gebeuren. Wij hebben natuurlijk weer een beetje geld. Misschien kunnen we een paar versterkingen doen goedkopen. Moet even kijken. We gaan het meemaken. We gaan weer verder. Oké, de 2 onderste transfers die je hier in het scherm ziet staan. Die ik heb gemaakt in deze januariperiode. Zijn niet per direct transfers. Maar voor volgend seizoen. Mochten we de Champions League finale niet halen of niet winnen. Dan heb ik hiervoor in de breedte transfervrij overgenomen. Reina stopt er waarschijnlijk mee na dit seizoen bij AC Milan. Waar we nou in zitten. Dus dan komt Trapp binnen. Als de 2e doelman. En voorop het middenveld. Overgenomen transfervrij van Real Madrid. Khedira. Prima ervaring. Prima leiderschap om erbij te hebben. En dat voor Noppes. Vind ik helemaal mooi. Nou, dit is ook wel een mooie. We hebben ook een speler wel echt verkocht. Een van de klagers. De 3e spits. Die speelde ook niet, maar hij trainde wel. Niet eens zo heel veel. Soms ook niet. Meestal niet eigenlijk. Maar hij bleef wel groeien. Vooral door vorig seizoen toen hij nog wel speelde, maar op de bank kwam. En hij heeft ons nu maar liefst 72,5 miljoen opgeleverd. Tijdens Real Madrid. Terwijl hij dit seizoen echt bijna 0 heeft gespeeld. Dank jullie wel, Real. Ik neem die monies met plezier. Oh my god. De onderhandelingen die ik net heb gedaan. Als we nou niet ver komen. We hebben onszelf versterkt. Concurrentie verzwakt. En dat met het geld van het gulle Real Madrid. En als ik dan zeg dat we een ex-Madrid speler hebben gekocht. Boy, jullie moesten eens weten. Eens kijken of hier bij staat. Ik zie ons nog niet. Transfernieuws. Ik zie ons nog steeds niet. Wat is dit nou? Bam! Ronaldo! Daar is die. AC Milan heeft onder de vuur van de fans gelegen nadat de club het omstreden transferbedrag van 95... Dat klopt niet. Ik heb namelijk uiteindelijk iets van 55 miljoen plus mijn backup spits. Ik ben even de naam kwijt. Heb ik gegeven. En ik heb nog steeds mijn eigen spits behouden. Mijn first spits. En Ronaldo, ik daarvoor terugkwam. Hij is oud, maar die gek is nog steeds 90 overal. Als spits kan hij nog echt wel mee.
Dankjewel Juventus. Laten we even kijken hoe ons team ons nu voor gaat schrijven. Kijk, dit was onze topscorer van vorig seizoen. Die hebben we gewoon behouden. No problem. Die hebben we nog. En nu hebben we Ronaldo erbij. En kijk deze aanval. Coutinho, Ronaldo, Sterling met daarachter. Isco, Draxler, Paqueta, Alba, Romagnoli, Caldara en Alexander-Arnold in de verdediging met Donnarumma op goal. En deze bank, als we het niet halen dit seizoen, wordt volgend seizoen ook nog zoveel beter. Nou, de laatste uurtjes van deze transferperiode gaan in. Wij gaan niks meer doen. Wij hebben onze selectie compleet en we hebben ook aardig wat geld er doorheen gejaagd nog weer. Toch nog een flinke drastische verandering in de spits. Ronaldo is in de building en we krijgen nog indien nodig supermooie aanbiedingen. Oh, hold on. Ik heb mijn beurten wil maken. Deze guy kan ik nog missen. Aangezien ik hem nooit gebruik. Moet ik wel een goede deal eruit slaan. En nog deze periode een vervanger gaan vinden. Want hij zit wel op de bank. Come on. Oh, ik heb een tegenbod gedaan. Maar, oh mijn god, als ze dit... Yes, hij is verkocht en er is nog tijd. We hebben insane veel geld weer gevangen. 75 miljoen, we hebben 70 miljoen erbij. Ik ga eens kijken wat ons budget is. Nog best wat. Kijken of we nog één keer kunnen stunten, jongens. De laatste transfer hebben we nu zojuist gedaan. Het is misschien niet zo'n grote stunt als Ronaldo. Maar het is nog een zeer mooie aanbieding voor ons team. Want we zien hier linksbuiten, Çalhanoğlu is geblesseerd. We hadden daar verder anders helemaal niks voor. En dat gat heb ik nu direct opgevangen met het geld wat we hebben ontvangen. Namelijk, Vinicius Junior is erbij gekomen. Super chill. We hebben voor de rest nog op zich wel een prima team. Ons middenveld is een beetje dunnetjes. Heel klein beetje dunnetjes. Maar we zijn wel echt stacked onze basis. En dan weet je, we kunnen dit misschien ook nog wel... kunnen nog een beetje schuiven. Çalhanoğlu, wanneer die terugkomt, zou op het middenveld kunnen. Dus dat is niet het grootste probleem. Hij kan nog gewoon centraal mid als het moet. Dus... We're fine. We gaan dit overleven. Hopelijk kunnen we de Champions League pakken. Nou, dat was de transferperiode van het tweede seizoen. Rest ons nog maar één ding te doen. Dat zijn die Champions League wedstrijden nog even afmaken. Nou, de eerste wedstrijd. Dit keer beginnen we wel met thuiswedstrijden, althans nu. Dat is wel even chill. Eerste tegenstander hier in de laatste 16, Tottenham Hotspur. Enge tegenstander. En gek genoeg, in de competitie doen we het nog niet super. Dus ik heb wel... Nou ja, super is ook een groot woord. Maar ik heb wel mijn... Oh my god. Ik was echt mijn zenuwen voor de Champions League. En het is notabene een verdediger. Ja, Sterling. Lekker. Maak die gelijk maken. Tik er nog één in. Dat verschil van het uitdoelpunt moet weg. Yes, Coutinho. Hoppakee. No. Fuck. 2-2. Dat is niet goed. Dat is echt niet goed. Oh my god. Ah, jongens. Voor de tweede wedstrijd tegen Tottenham. Ronaldo is out gegaan. Alles wat mis kan gaan, nu gaat mis. Oi, 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 oi. Nou, dan gaat hij de tweede wedstrijd. Nu spelen we uit. En ik heb er een hard hoofd in. Om eerlijk te zijn. Ik ging met een goed gevoel die transferperiode uit. Maar onze sterspeler Ronaldo is nu out. En we staan alweer 1-0 achter. Jesus Christ. Zelfs zonder Ronaldo vind ik ons nog wel een kapot sterke selectie hebben. Waar de hel gaat dit mis? Daar is de gelijkmaker. Als wij er nog een kunnen maken. Kom op, kom op. Fuck! Zuur, we liggen er nu al uit. Nou, op naar seizoen 3, I guess. Nou, daar zijn we dan. Seizoen 3. We zijn er. We hebben een flink budget weer om te besteden. We krijgen steeds meer. We hebben nu 175 miljoen. Dit is ons team. En ook al heb ik gezegd dat de regel binnen 3 seizoenen verdwenen is. Als ik met dit team in dit derde seizoen... plus een aantal versterkingen die ook nog gaan komen. Ik bedoel, we hebben Kadira en Trap voor het doel. Transfervrij overgenomen. Die komen nog binnen. Plus als we nou nog een beetje gaan besteden. Als we dit seizoen niet de finale halen. Dan ga ik ook niet meer door. Dan is het gewoon geflopt. Dan eerst er een vloek op dit team. En dan probeer ik het ooit wel weer een keer opnieuw met AC Milan. Maar als het met dit team dit seizoen niet lukt. Dan ben ik klaar. Dan is het gewoon gefaald. Dan heb ik gefaald met AC Milan. Dan proberen we het een andere keer weer. Anders weet ik gewoon niet of het überhaupt een keer gaat lukken. Met dat gezegd hebben.
We hebben het teamscherm nu verlaten. We gaan naar de transfers, omdat dat gaan we zo doen. We gaan eerst weer even door en we gaan knallen. Nou, de eerste transfer in seizoen 3, ik moet weer mijn camera iets bijdraaien, is een feit. Namelijk, we hebben Gareth Bale ingelijfd. Ik had nog geen echte rechtsbuiten backup achter Sterling. In het echt zou hij niet een backup rol accepteren. Bij mij heeft hij de rol belangrijk. Belangrijk gaat hij ook wel zijn. Hij gaat vast wel speelminuten maken, maar hij wordt geen baas. Hij is 30 jaar. Hij wil weg bij Madrid. Jongen, tijd voor een nieuwe start. AC Milan. Herenigen Cristiano. Alleen Ronaldo is nog wel goed genoeg voor de basis. Lekker hoor, Bill. Je bent lager dan Sterling. Vandaar dat je reserve wordt. Maar damn, we moeten toch echt die finale kunnen halen met het team wat we hier zitten te kweken. Calhanoglu gaan we hoogstwaarschijnlijk op de transferlijst zetten. Bill heeft zich er nu bij gemeld. En ik heb ook al een volgende transfer in gedachten. De middenvelder Arthur van Barça. En dan gaat Draxler, ook is hij nog vol in zijn prime, zal hoogstwaarschijnlijk naar de bank verhuizen. Maar dat is niet een super groot probleem. Volgens mij is Draxler zo'n speler die gewoon wil winnen. Ik had het idee als ik in het echt verhaal over hem hoor, tenminste. Dus laten we hopen dat hij niet al te veel gaat klagen wanneer hij op de bank belandt. Want daar staat hij. En we gaan zijn clausule in activeren. Zijn afkoopclausule. Anders gaan we meer kwijt zijn. En we hebben dit geld nog makkelijk. Dus hey, gozer. Ja, betaal en sla clubonderhandelingen over. Let's go. Dat is gedaan. Gaan we verhandelen. En ook Arthur heeft zich nu bij het team gemeld. Hij is binnen. Dat was easy to do. Nadat we gewoon zijn clausule konden activeren. Dat betekent dat hij naar de basis gaat. Draxler naar de bank. Voor jou, maat. Sorry. Of misschien voor Kadira, want die kwam gratis. Boom. Maar dit is wel heel verdedigend nog altijd. Dus we halen de rechtervleugelverdediger weg. Otamendi kan, gaat maar nieuwe posities leren op de vleugels als hij daar moet staan. En veel meer transfers zal ik niet uit mezelf gaan uitvoeren. Aangezien we echt wel een stacked team hebben. Als we niet die finale halen, snap ik echt niet waarom niet. Dat ten eerste. Met zo'n team. Waarschijnlijk ga ik nog wel transfers binnenkrijgen om spelers te verkopen. Misschien gaat dat gebeuren en dan zou ik het team wel wat meer gaan balanceren. Want dat zal dan wel moeten. Want dan raken we spelers kwijt. Maar dat is allemaal afwachten. Ik ben benieuwd hoe dit team gaat presteren. Goed, de helft van het derde seizoen. En hopelijk, ja, het wordt sowieso de laatste. Want als het niet met deze selectie lukt, zoals ik al zei in het begin, zie ik het gewoon als een gefaalde missie onderhand. Maar, ja, we gooien even die laatste training eraan. Heel veel spelers zitten weer te klagen over speeltijd. Maar dat negeren we. Komt wel goed. Jullie blijven gewoon allemaal lekker bij ons spelen. We staan derde in de competitie. 4 punten achterstand. Dat is minimaal. Daar kan ik mee leven. Zitten we nog in die fucking Champions League? Die bekertje kan me... Ja, oef. Damn, wat een loting. We treffen niet met die loting. Ik hoop niet dat Real nu ons einde gaat zijn zo vroeg. Het zou zonde zijn. Goed, we gaan eens even kijken of wat gaat gebeuren deze transferperiode. Of dat we gewoon in één stuk doorsimmen. We zullen zien. Nou, zelfs in deze allerlaatste transferperiode. We hebben Isco verloren. Dat is zuur. Maar dat zagen jullie volgens mij al wel. We hebben nu een nieuwe transfer gemaakt. Ik kan hem even niet vinden. Daar staat hij. Overigens van Inter. Hij gaat van de bank komen. Is puur om het gat van de blessure op te vangen. Raja van Inter. Hij is overgenomen met 23 miljoen moeten betalen. 32 jaar. Hij ging akkoord met de rolrotatie. Dus hij gaat in ieder geval niet zeiken. Prima versterking voor deze ploeg. Nou, de laatste uurtjes van de transferperiode in seizoen 3 zitten er bijna op. Ik heb een paar aanbiedingen gekregen, maar ik zit ze nu allemaal af te wijzen. Ons team is compleet. Of we de Champions League finale gaan halen, dat kan je nooit voorspellen. Gekke dingen kunnen altijd gebeuren, dat zagen we vorig seizoen wel. We gingen eruit tegen Tottenham. Calhanoglu is eindelijk terug. Jeetje, wat heeft dat lang geduurd. Nou, en wij gaan nu door naar die wedstrijd tegen Real in ieder geval. Ik gooi nog wel gewoon voor de funs en ik gooi er geen training tegenaan. Ik zie jullie bij de wedstrijd. Nou, daar gaat-ie. Het enge gebeuren.
Eerste wedstrijd Real. Laatste 16 Champions League. Kunnen we dit keer verder komen? Het wordt in ieder geval strijden. Dat is een ding dat zeker is. Blijf lang 0-0. Draxler, een lichte blessure. Dat is niet goed. Hou het in ieder geval op de 0. Het is geen super grote ramp als we nou een tegendoelpunt krijgen. Uitdoelpunt mee. Kijk. Oh, het staat 1-1. Dat was wel heel snel. Het gaat altijd zo snel, jongen, met die doelpunten. Als er één valt, valt er gauw weer een volgende. We houden het in ieder geval 1-1. Dan gaan wij... Zou het zo blijven? 0-0. De volgende wedstrijd, dan gaan wij door vanwege het uitdoelpunt. Dus laten we eens kijken of we dit kunnen vasthouden. Daar gaan we, hoor. Tweede wedstrijd dit keer thuis tegen Real Madrid. Oh, godverdomme, man. Zo snel. Asensio prikt Real op 0-1 voor. Jongens, maak gelijk. Maak gelijk, jongens. Als we het niet halen... Ik word helemaal gek. Ik word helemaal gek. 1-1. Come on. Come on. Maak er 2-1 van, boys. Oh. Verlenging. Spannende shit. No! 2-2. Maar fuck dat uitdoelpunt zeker, of wat? Ja. Kut. Kut. Dit team oprecht. Het verdient geen vierde kans toch, jongens. Kom op. Hoe kan dit team... We liggen er godverdomme weer uit. Hoe verspeelt dit? Ik snap het niet. Dit is het sterrenteam. Ronaldo, goed, is iets afgezakt. We hebben hier 90. 90, 91. Ronaldo was 90. Kijk onze bank. Dit gaat toch helemaal nergens meer over. Dit team... Ik zei, we gaan door tot de Champions League winst. Maar oprecht, deze sterren... Verdienen van mij geen vierde kans. Ik ga nog even door simuleren tot het einde van het seizoen. Kijken wat ze wel kunnen bereiken. Maar die Champions League wordt hem niet nu, deze aflevering. Dit team heeft gewoon keihard gefaald. Uiteindelijk halen ze nog wel de finale van de Copa Nationale. Laten we dat dan maar even gaan simmen. Maar dit team is me geflopt, jongen. Mijn hele enthousiasme is, ik ging met zo'n goed gevoel dit seizoen. En ik denk, dat wordt hem. Dit team, deze spelers, moet lukken. En op papier zouden ze volgens mij ook de hele Serie A plat moeten spelen. Maar volgens mij hebben ze misschien niet eens de Serie A gewonnen. Dat nog niet eens misschien. Ik bedoel, simulatieresultaten in FIFA zijn wat dat betreft soms zo kut. Zo realistisch, hè? Waar FIFA het mee door wil laten komen. Ik bedoel, ik had zelfs gehoord dat ze het hadden aangepakt. Waarom zou ik nog trainen? Het heeft toch geen nummer. Oh boy, waar zijn we eigenlijk geëindigd in de stand? Laten we dat dan nog even checken. Dat is nog wel geinig om te weten, denk ik. En we hebben de Supercoppa gewonnen. Leuk voor ze. Dat bedoel ik. We winnen nog niet eens de competitie. Oh, dan zou je denken, we hebben de Juventus verzwakt. Ronaldo weggehaald en zo. Eindigen ze nog boven ons. Godverdomme, het is ook wel echt pech dan. Dan weet je dat het gewoon tegen zit. Flikker op mijn pers. Ik heb geen zin in de pers. Jongens. Oh, what the fuck is er nou weer? Probleem zelf oplossen natuurlijk. Tuurlijk. Dan is het natuurlijk ook nog eens Ronaldo die geblesseerd is. Het mag gewoon niet. Het mag echt niet. Çalhanoğlu, kom maar even nog mee dan. Mag jij even gezellig mee. Nou... Ronaldo out. Dit team heeft ondermaats presteerd. Ik zou niet zeggen ver ondermaats, want op zich, weet je, ze pakken misschien een prijsje. Als we geluk hebben. We gaan het meemaken. Nou, we komen in ieder geval snel op een 1-0 of 0-1. Misschien had ik hem wel moeten starten in plaats van Ronaldo. Who knows? 0-2. Oh, nou kunnen we het, jongens. Nu zitten we te spelen. Voor degene die zich afvragen over Isco, waar hij staat. Hij was geblesseerd. Misschien is hij ondertussen wel later in het seizoen teruggekomen. Maar nog met die Champions League wedstrijd waar we eruit vlogen, daar was hij nog geblesseerd. Dus, nou ja, we hebben wel een prijsje. Maar niet de prijs waarvoor we gingen. Nou, we kunnen wel stellen, want ik ga ze geen vierde kans geven. Dit team verdient geen vierde kans onder mijn hoede. Ik heb geflopt. In de toekomst misschien nog een keertje proberen met AC Milan. Maar deze ronde is
gefaald. Mislukt, hoe je het ook wil noemen, het is gewoon niet gelukt. Met dat gezegd hebben, hoop ik wel dat jullie dit een leuke video vonden. Als dat zo is, druk dan op die like knop. Deze video heeft me enorm veel opnametijd gekost. Dat is het ding met rebuilds. Maar dat maakt niet uit, ik vind het zelf wel leuk om te doen. Anyway, laat jullie won team achter in de reacties. En het team met de meeste likes, daar ga ik natuurlijk mee aan de slag. Dus als je team erbij staat, like alvast. Volg me op social media om van alles op de hoogte te blijven. Voor de rest bedank ik jullie nogmaals voor het kijken en voor al je support. En ik check jullie bij de volgende video weer. Tot dan, laters.